Dit is de kikkermolen, die ook in het echt rond kan draaien. Job de Reus uit Leiden bouwt de sleutelstad na in Lego. Hij is een van de deelnemers van bouwevenement Leiden Stad in Steentjes. In mijn jeugd heb ik natuurlijk gelegoed en daarna heb ik helemaal niet gelegoed. In een jaar of 4 geleden, toen zag ik opeens dat je allemaal losse steentjes kon bestellen via het internet in plaats van de reguliere sets. Toen dacht ik, oh wat geweldig, nu kan ik eens een keer echt maken wat ik wil. Dus toen heb ik allemaal leuke steentjes gekocht en als allereerst mijn studentenhuis nagemaakt. Dit is mijn oude studentenkamer, waar ik altijd met een vriend heel veel filmpjes heb gekeken, dus dat was altijd heel erg leuk. Zitten jullie er ook in? Niet goed te zien, maar we zitten zeker een lekker filmpje te kijken. Dat was ook een van de grootste projecten. Voor deze versiering heb ik 2 wc-brillen gebruikt. Die worden heel vaak gebruikt in Lego als versiering. En ik dacht, nou laat ik dat ook maar doen. Maar eigenlijk zitten hier gewoon 2 wc-brillen geplakt op de waag. Het is Lego, maar het is ook wel de architectuur waar ik altijd zeer geïnteresseerd in ben geweest. Ik maak ook geen auto's of vliegtuigen of raketten met Lego. Het is altijd huisjes geweest. Dat vind ik altijd heel erg gaaf. En met Lego kan je dat gewoon heel erg goed doen. En dan maak je dat en dan zie je dat het ook echt werkt. En dat geeft dan wel weer voldoening. En zo bouw je zo'n heel gebouw op.